Tot zo. Er staat weer een prachtige mand met streekproducten op het spel. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering Alles Plat. De taalquiz waarin wij de dialectkennis van de Gelderlander testen. En ik heb vandaag weer twee kandidaten in de studio. Welkom. De 25-jarige Joep Tiernego uit Arnhem. Hij heeft niet specifiek iets met taal, maar kent de provinciehoofdstad op zijn duimpje. En bovendien is hij als fanatiek volleyballer altijd wel in voor een spelletje. Naast hem leraar economie Guido Litjens, 55 jaar uit Apeldoorn. Van oorsprong uit het Zuid-Gelderse Maas en Waal. Dus mogelijk daarmee een streepje voor. Dit is Alles Plat. Joep, ben jij ook zo sportief als het om spelletjes gaat? Ik hou niet van verliezen. Nee, je houdt niet van verliezen. Dat is een goede mentaliteit. En je dialectkennis? Beperkt. Beperkt. Maar ik kom wel veel in de provincie. Oké. Okay. Guido, jij hebt een reputatie hoog te houden als docent. Voel je hem ook? Voel je hem? Ik snap je, ik kom zelf Maas en Waal. Ja. Dus dat dialect beheers ik. Maar de andere dialecten ken ik, weet ik natuurlijk weer veel minder van. Dus we zullen kijken of dat genoeg is om... We gaan het zien. ...de concurrentie te lijf te aan te gaan. Oké, okay. We gaan beginnen. In ronde 1 luisteren wij iedere week naar drie taaloudsten uit de provincie Gelderland. Zij hebben weer bijzondere uitspraken voor jullie. En aan jullie de taak om te achterhalen wat die uitspraak betekent. A of B. Ja. Duidelijk? Ja. Okay. Tijd voor de eerste. Ergens kap en kogel bijleggen. Ja, uit puiflijk betekent dat A, bijna alles verliezen. Of B, het opgeven. Ja, ik wil het nu weten. Alle twee B. Gaan kijken. Kap en kogel verwijst naar monnikskleding. En als een monnik die kwijt is, dan heeft hij bijna alles verloren. Dat is jammer. Alle twee fout. Gaan door naar de volgende. Krijn uit Nunspeet. Hij heeft altijd het pad tussen de benen. Ja, betekent dat hij is veel van huis of hij is ontrouw? Dat is een verandering. Alle twee A. We gaan kijken. Dat betekent hij is veel van huis. Wisten jullie het? Ja. Nou. Ik wist het niet. Maar je vond het logisch. Ja. Ja. We hebben nog één gezegde van Johannes uit Putten. Je hebt een beste smacht om de borg. Betekent dat? Je moet nodig naar de kapper of je bent goed voorbereid? Toch weer een wissel. Ja, alle twee naar B. Ja, we gaan kijken. Dat betekent dat je nodig naar de kapper moet. Een smacht om de borg is eigenlijk een gevlochten strooimat die ze ophangen tussen... de kap van de borg en het hooi of strooi in de borg. Om te voorkomen dat er sneeuw en regen in wijden. Ja. Dat daar een gezegde voor nodig is. Ja, nou, dat is weer wat geleerd. Goed punt. Ja, dat waren de gezegdes. Tijd voor ronde 2. In deze tweede ronde gaan we de betekenis van streektaalwoorden achterhalen. En daarvoor hebben jullie twee kopjes gekregen met een lepeltje. En jullie mogen klingelen als je denkt het antwoord te weten. Goed. Okay. Eerste woord. Afferpinnetje. Afferpinnetje. Wat denken jullie? Ik denk de paperclip. Paperclip. Nee, is niet goed. Ik denk de bagagedrager. Ja, die is wel goed. Wist je het? Nee, absoluut niet. Maar nou, intuïtie. Intuïtie, hè? Dat is een belangrijke factor in deze spelshow. We gaan door naar het tweede woord. Scheurdegrij. Ja, wat betekent dat? Serviesgoed. Jij was eerder. Oh. Oh, was ik eerder? Ja. Oké. Ik dacht naaigraden. Nee, dat is niet goed. Kans voor jou. Schaar. Ook niet goed. Nee, het is serviesgoed. We gaan van Zelhem naar Noord-Gelderland, naar Putten. Dakenhoors. Dakenhoors. Ja. Dakgoot. Nee. Niet? Nee, geen dakgoot. Nog één kans voor jou. Dan een bangerik. Nee, is hem ook niet. Het was kat. Een kat? Ja, dakhoor. Het was kat. Oh, die loopt al, ja. Vierde woord. Stofvarken. Uit Wiel. Wat betekent dat? Stoffig. Nee. Dan ga ik voor de stofzuiger. Ja, die is wel goed. Tijd voor het volgende woord. Uduje. Uduje, doet de gem. Guido. Ik zou zeggen uitdagen. Nee.
Kans voor jou nog, Joep? Dan ga ik voor sparen. Nee, ook niet goed. Uitleggen. Toch wel. Het was uitleggen. Volgende woord. Koekoek. Wat is een koekoek? Televisie? Nee. Guido, nog een kans? Dakkapel. Dakkapel, dat is wel goed. Goeie gok, denk ik, of niet? Nee, ik wist het. Oh, je wist het. Volgende woord. Liefsheerte. Liefsheerte, wat betekent dat? Laat alsjeblieft liefdesverdriet zijn. Liefdesverdriet, zou ik ook zeggen. Allebei. Nee. Nee? Allebei zou je ook zeggen, maar je hebt nog een kans, want je mag het nu... Buikpijn. Ja. Dat is wel goed. Ja, die wist ik. Ja, die wist je. Ja, dat is duidelijk. Die wist je. Laatste vraag. Ribbesmeer. Ribbesmeer. Ik zou zeggen motorolie. Nee. Nog één kans voor jou. Zonnebrand. Nee. Ook niet. Pak was niks pak van. Slaag. Ja, en daarmee zijn wij aan het einde gekomen. We hebben een winnaar. Een overduidelijke, dat is Guido. Gefeliciteerd, Guido. Jij gaat naar huis met de legendarische alles plat mand vol met streekproducten. Word je blij van, hè? We laten ons verrassen. Ja. Nou, volgens mij was dit de show met de meeste foute antwoorden tot nu toe. Dus gefeliciteerd daarvoor, heren. Top. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie wat van hebben opgestoken. Graag tot de volgende keer. Hoi. Wilt u ook meespelen in de studio met Alles Plat? Dat kan. Meld u dan aan voor het nieuwe seizoen op allesplat.gld.nl.